This is number one. Ja, mensen, welkom op de kermis in Breda. We hebben een gloednieuwe review en we gaan starten, mensen. We beginnen deze review met een flink schot in de roos. Schot. Wat een grap. Het is de katgevuld hotshot bungee van Duursma. Vorig jaar stond hier de Air Race Bungee, niet op dezelfde plaats, maar wel op deze kermis. Nu dus de andere katgevuld van Nederland. Er zijn er dus maar twee. En het is dus precies die andere van Duursma, de hotshot katgevuld bungee. Allebei zijn ze net zo hoog. 35 meter, 35 meter ongeveer. Ik moet het nog goed uitspreken. En ja, ze zijn allemaal ook gebouwd bij Technical Park, mensen. En de familieachtbaan van Buwalda. Buwalda heeft twee familieachtbanen. De grote, die staat hier nu niet. En dit is dan de tweede, de kleinste, de nieuwste ook van Buwalda is dit. Roedepaai! Klinkt een beetje Frans natuurlijk, wat had die molen dan al doen? Geen idee. De rest is dit een geweldig, leuk glazen dorp / funhouse. Deze wordt op Sachetveld. Het is de breakdance van Zuidema. Zuidema komt natuurlijk zelf uit Breda. Vorig jaar stond hier Hoefnagels en nu dus weer Zuidema terug. En in de winter kom ik met een best of breakdance video met alle breakdancers uit Nederland op een rijtje. Benieuwd waar deze staat? Zeker de moeite waard om te kijken dan naar die video. Zal ongeveer januari, februari zo'n beetje worden dat die video online komt. Ik weet nog niet precies wanneer. Maar in ieder geval, hou heel de winter dit kanaal gewoon in de gaten natuurlijk. Want het kermisshow is alweer bijna voorbij. De jonge generatie zit daar achter de knoppen. En ik moet zeggen, goede shows ook. Heerlijk. Ja, mooie rit ook. Dus er is niks mis mee. De jonge generatie, dat belooft veel voor de toekomst te worden, mensen. En er staat weer een booster in Breda en dat is de booster, Formule 1 booster van Rechter. Een gewone booster van ongeveer 40 meter hoog, gebouwd bij Fabri. S'avonds in de avonduren dus de mooiste booster die er is met een schitterende uitlichting. Ja, overdag een beetje heel classic, een beetje basic, een beetje saai misschien ook. Maar echt, s'avonds mensen, geloof me, ga er eens voor staan. De mooiste booster die wij hebben in Nederland. Zoals ik dus net zei, is deze booster van Rechter. Is dat de rijdende rechter? Snap je de grap, mensen? Snap je hem? Formule 1, rijden, rechter, rijdende rechter. Hoef ik niet verder uit te leggen, denk ik, hè? Moet je volgen om in de autoscooters te komen, mensen. En dan zijn we aangekomen met de spinning coaster van Buwalda. Deze baan kan zowel opgezet worden in deze variant als in een XXL variant. Jammer dat hij hier niet als XXL staat. En ik wens jullie een goede reis en veel plezier. Ja, ja. Bouwjaar van deze achtbaan is, achtbaan, coaster natuurlijk, achtbaan mag je niet zeggen, want hij loopt niet naar 8. Is natuurlijk 2003 en is gebouwd bij Revercon en is een type spinning coaster, muisbaan ook wel eens genoemd. Het is een grotere versie, dus deze kan dus ook nog eens een keer nog extra groot gemaakt worden. Dat is dan weer toegevoegd in 2015. 15 mensen.
En hier is de Jumbo van Orderman. Orderman heeft 2 Jumbo's. Dit is Jumbo nummer 2, de laatste gebouwd. Dat zie je aan de blauwe olifant met de verlichting erop. Dat is een van de veranderingen. En ik zie nou ook dat hier ook een aapje op zit. Dus dat is wel interessante informatie natuurlijk. En dat heeft Jumbo 1. Oh! En ook dit jaar kan je weer griezelen hier in Breda in Das Omen, het grootste loperspookhuis van Nederland. 2 etage hoog en ook van buiten prachtig aangekleed met een waterval en zo. Als je er lang naast staat, dan moet je pissen hoor. Het is niet normaal, maar wel mooi. En de polyp voor dit jaar is de Happy Spider van Lutjens. Een van de mooiste polypen uit Nederland, naar mijn mening. Het is een spiderpolyp en dat is natuurlijk mooi. En dat zie je aan de vele armen ook, aan de bewegingen. Die zijn net iets anders dan een normale polyp. Wat een slechte en amateuristische omschrijving heb ik net gegeven, zeg. Jongen, je zou niet zeggen dat ik kermisfan ben. Maar toch is het waar, hoor, mensen. Het is echt waar. Vroeger gebeurde het hier allemaal in. Ja, toen zagen de rilsbaan er wel iets anders uit. Is de rilsbaan de butterfly van Daupfing? Als de kap erop gaat, dan gaat het gebeuren. Hè. Dan gebeuren er spannende dingen onder dat doek. Hè. Ach, je wil niet weten wat er allemaal vroeger gebeurd is, mensen. Dat wil je niet weten. Het is gewoon vies, smerig, ranzig. Het kan ook lekker wezen, hoor. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Het kan ook lekker wezen. Geloof het of niet, maar het is echt toeval dat ik deze dames volg in dit shot, hoor, mensen. Dit is American Whip, gebouwd bij Smallcore Trading, is in Nederland. En is gebouwd in 1995. Dat is al even terug, mensen. Ja. En ik heb in de volgende livestream nog een leuk verhaaltje over deze Whip. Dit is het allernieuwste spel. En ik heb er weer zin in en we gaan het weer doen. Dan komt die Raad de Attractie met veel actie. Raad de Attractie met veel actie, doe het nu. Raad de Attractie met veel actie, doe het nu. Raad de Attractie met veel actie, doe het nu. Speel maar lekker mee. Ja, wist je ook al dat dit spelletje gespeeld wordt in de livestream hier op dit kanaal? Ja, raad je aan om gewoon eens een keertje te kijken en mee te doen natuurlijk, want dat is veel meer interactie. Welke attractie is dit? Weet jij het? En dat is de cakewalk van Cameron. Oh yeah. De Space Cakewalk. Oh, wat een slechte grap weer, mensen. Space Cake moet je trouwens niet gehad hebben als je hier daarna nog ingaat, want dan komt het niet helemaal goed, denk ik. Deze zijn de laatste tijd wel heel veel terechtgekomen. We komen nog een keer tegen Sittard volgende week. Het is de Snowjet. In Sittard staat dus de nummer 1. Dit is de nummer 2. Dat zie je omdat er geen tussenwand in zit. Daar zie je dus aan dat dit de nummer 2 is. De nieuwste van der Veen. En we sluiten de kermis in Breda af met niet de minste. Want dit is mijn persoonlijke favoriete attractie hier op de Nederlandse kermis samen met de Tower. Maar ja, de Tower staat hier niet. Het is de Chaos. Waarom is dit mijn favoriete attractie? Omdat hier gewoon het maximaal uitgehaald wordt wat je eruit kan halen. Dit is gewoon vol gas. En dat is niet één keer, maar gewoon meerdere malen. Lekker vaak de top aanraken ook.
Ja, dit is gewoon de beste afterburner die er is. In de Benelux durf ik wel te zeggen. Nou, Benelux misschien een beetje overdreven, want we hebben natuurlijk ook nog XXL in de Benelux. Maar ja, dit is gewoon een keie goeie, mensen. Als je deze tegenkomt, moet je hem echt doen. Ik heb hem nu niet gedaan op de hoop dat ik hem tegenkom in Gorkum, want dan kan ik hem s'avonds doen. En dan vind ik dat toch wel wat meer on-ride experience sensatie met zich meebrengen. Dus ja, die hoop heb ik natuurlijk dat hij hierna naar Gorkum gaat. En dat ik hem daar nog even kan doen. Maar goed, gewoon goede ritten, moet ik zeggen. De shows zijn vandaag wel wat minder. Komt misschien omdat het niet druk is op de kermis. Dat kan natuurlijk, kan ik me voorstellen dat als het niet zo druk is op de kermis, dat een beetje, ja, de inzet een beetje, ja, weg appt. Maar goed, normaal gesproken gewoon topritten met goede shows. Ja, nu net even wat minder. Al zijn de ritten gewoon nog net zo goed, hoor mensen. Net zo goed. Echt, hier moet je instappen. Doe het. Ja mensen, dat was het dan. De kermis hebben we gedaan. Het is toch een leuke kermis. Alleen een beetje de grote markt stond niet helemaal lekker verspreid. Chaos, Catapult, Breakdance. Even kijken, Snowjet best kort op elkaar. En aan de andere kant van de kermis viel dat een beetje tegen. Dus dat is wel jammer. De rest van de leuke kermis. Niet zo heel druk, dat is ook wel jammer. Eindcijfer van deze kermis dan. Ik geef deze kermis even denken. 8,3. Schitterend cijfer natuurlijk. Kijk voor meer dingen dan. Abonneer natuurlijk ook even. Voor veel meer leuke kermisvideo's. Tot de volgende keer mensen. We'll be right back.